Een hele goede avond iedereen. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik heb de zondagochtend vanavond weer een keer vertellen wat ik deze week heb gedaan. En het is gewoon, ik weet niet of je het nog moet maken. Laat het even weten op mijn kanaal of je dat nog wil zien. Want anders dan kon ik er wat bedenken hiervoor. Maar laat ik even wat je wil zien. Ik zou wat ideeën opdoen in de community sectie, dat er binnenkort online komt en zou ik wat bedenken daarover, qua series of qua video's bedenken en of geen review-video's, dat is natuurlijk wat jij wil. Maar goed, ik ga misschien nu wel even kunnen vertellen wat ik deze week heb gedaan. Wil je meer weten, kun je de intro zeker even verder. Goed, ik heb deze week best wel echt heel veel gedaan, heel veel video's geüpload. Aangezien de video's dezelfde zijn, dezelfde blijven, is het ander. Want de bedoeling zou het nog zijn voor de intro, wat ik ook nu wil vragen. Hoe video's moet kijken, hoe het nu is, of het anders deel ja of nee. Laat u weten in de comments hieronder of in de community sectie. Komt binnenkort ook een bericht over online. En dan kan je natuurlijk ook weer bepalen wat jij zou willen zien, wat je zou willen doen. Of wat jij zou willen doen, wat ik zou willen vinden. En ja, daarom mag ik weer vragen aan jullie wat jullie zouden willen. En waarom ik dat vraag is, omdat deze video's om deze tijd is vaak hetzelfde. Weet je, vloggen, maar ja, vaak is het werken of iets dergelijks. Het is nu toch geen zomer, het is wel lente nu, weet je al, maar niet helemaal. Als ik buiten zo kijk, en dan vraag ik aan jullie af wat jullie graag willen zien vandaagavond. Of geen video, of anders, of wat dan ook. Laat het je weten hieronder of in de sectie op mijn kanaal zelf. Daar kom ik op een foto voor online. Rond niet nu, maar rond vandaag of zo. Bovenlijn. Dat is het begin denk ik waar. Dus let me know wat je zou willen zien. Maar ik wil een beetje een radig hierover. Dus deze keer nog één keer of nog een paar keer. Wat jullie wat ik heb beetje opgeleid en hoe ik vond dat ik dit ook had te doen. Maar ja, dat ging ik weer al dan nog vertellen. Het is gewoon, ik ben deze week op TikTok gekomen. Ik had natuurlijk al op TikTok, maar weer helemaal op TikTok ook bij. Het is niet dat ik ook iets op online ga zetten. Het is alleen gezet wanneer ik het wil. Ik geef vast dat daar ga je nog wel vast dat doe ik nog geen maar. Net als op Instagram of op YouTube. Instagram is natuurlijk opgenomen. Eén keer een preview, één keer een bericht en gaan we maar door. Dat gebeurt niet met TikTok, dat gebeurt niet. Het is gewoon maar één call. Wanneer ik iets wil en wil, dan ga ik dat doen. En En ik sta een klein op met een puntje intussen. Ik vind het onder mijn naam, maar waar ik wil een ander woord. Ik heb mijn oude account verwijderd, dus dat heb ik vandaag gewacht. Ik wil een nieuwe nickname, ik kan veranderen. Geen puntje intussen. Dus, kijken we dat dan. Wel goed, dus ik ben er lang door elkaar. Dus ik ben weer niet vast. Maar goed, dat heb ik van de week gedaan. Dit heb ik online gegeven weer. Ik heb die video's gemaakt. Goed, ik denk dat ik wel even van het ook gedaan. Dat is het enige wat ik al heb bijwerkt een beetje. En vandaar dat ik nu denk van joh, wat is dit handig om het nog even te doen. Maar laat het je weten als je het wil. Moet ik zeggen, zie of natuurlijk ook hieronder in de comments natuurlijk ook. Dus laat me eens even weten, dat ik tof vind. Vind je het leuk? Doe dan zeker die met de duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Zie ik jou elke woensdag, ochtend en avond nog. Want het zijn nog de avond nog wel mee. Zondagavond nog een nieuwe video. Dan moet er avond ook een nieuwe video op mijn kanaal.
Of bij YouTube te volgen, is echt een lange dorp. Of gewoon anders, gewoon YouTube, gewoon hetzelfde. Instagram ook hetzelfde. Dus een YouTube kanaal. Dus ja. Mensen, fijne avond. En we komen toch een week van. Dan zie ik jullie woensdag weer om 7 uur. Later.